Vrienden, moeten jullie nou ook zo verschrikkelijk lachen om die klimaatkneuzen? Ja, hè? Ja, ja. Ze worden met de week worden ze geestiger en steeds lolliger. Ja, ze zijn dik in orde. Ja, want heb je een interview gezien met een van die kneuzen? Ja, ja. En die vertelde gewoon dat ze zat te balen als ze niet gearresteerd werd. Kijk, dat is lollig. Ja. Dat zijn goede opmerkingen, ja. En dan, als ze dan gearresteerd zijn, hè, want dan gaat het dan om, hè, dat ze gearresteerd worden, want ja, ze willen aandacht, hè, de kneus. Maar goed, wat gebeurt er nou? Ja, ik moet er alweer om lachen. Dat als ze dan gearresteerd zijn en ze zitten in de cel, hè, dan zijn ze, dan komt ze dichter bij God. Ook goed. Ook goed, ook weer geestig, ook weer, ja, uitroepteken erachter. Ja. En want dan had ze het gevoel dat ze haar roeping had volbracht, dat ze voldeed aan haar roeping. Ja, hé. Hey. Ja, 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 die kneuzen die zich, en het wordt alsmaar lolliger en leuker met de kneus. Ja, we gaan hier nog heel veel plezier aan beleven. Want wat doen de kneuzen namelijk? Ze opereren als een leger, vrienden. Ja, ja. Ze komen echt bij elkaar om te oefenen hoe ze hun actie moeten uitvoeren. Ja, 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 ja. Dus ook, er wordt geoefend hoe ze, als ze dan op zo'n A12 gaan zitten, hoe ze zich dan moeten laten wegdragen, hè? Hoeveel verzet je moet plegen en hoeveel niet en hoeveel wel. En wat je allemaal tegen de politie en tegen de agenten en de ME moet zeggen. En wat je allemaal moet vertellen in de cel. En wanneer je mond moet houden. Dat wordt allemaal doorgenomen. Nou, nou, toen ik dat zag, toen wist ik het helemaal zeker. Ja, heel veel leuker gaat het niet worden in het leven. Alleen, ik ben een beetje teleurgesteld in de kneuzen als het komt op het waterkanon. Ja, dat is dan weer jammer, want ja, want dan worden ze nat gespoten, hè. En nou ja, dat is dan over je aandacht, zou ik denken, dus daar moet je heel blij mee zijn. En dan gaan ze klagen. De kneuzen, want dat vinden ze dan niks. Nee, want ja, dan krijgen ze toch wel erg koud. Ja, dank je, koek, koek. Ja, ja, bij 1 of 2 graden. Ja, 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 als je dan op een snelweg gaat zitten en ze gaan je nat spuien. Dus ik zou willen, en dan moet je ook niet klagen, hè. Een beetje goede klimaatkneus, die klaagt niet, vrienden. Ja, zet dat boven de deur. He, waar jullie dan oefenen. En volgende keer gewoon bij de oefening tuinslangetje mee. Even lekker. Even goed de boel. Even lekker jezelf licht goed nat spuiten. En dan gewoon even een tijdje in een koelcel gaan zitten. Hey, en dan ben je er klaar voor de volgende keer. Jongens, ik geniet van jullie.